und Herren, liebe Freunde, liebe Eva, Matthias und Hans und natürlich liebe Helga. Es freut mich sehr, dass ich heute eine kurze Einführung geben kann. Ich sehe Eva Schwab als eine der interessantesten und wertvollsten figurativen europäischen Maler der vergangenen Jahre. Und auch die Arbeit der Matthias Deutsch und Hans Königs spricht mich sehr an. Und Helga hat mich gefragt, mal kurz zum Ausführen, Niederländisch tot leven brengen van herinneringen. En herinneringen een nieuw leven geven. En het onderzoeken van de eigen familiegeschiedenis. Dat zijn eigenlijk de thema's die als een rode draad door de artistieke ontwikkeling van Eva Schwab lopen. Sinds ruim 10 jaar bouwt zij op een hele eigenzinnige wijze aan een soort collectief archief van herinneringen. Een universeel fotoalbum. En met haar werk positioneert Eva de schilderkunst als een relevant en ook heel actueel medium om het verleden te bezielen, om het te bevragen en om het ook naar het heden te vertalen. Eva werkt eigenlijk met een soort concept van found family, een gevonden serie van gevonden familieleden. Voor haar werk maakt zij gebruik van haar eigen persoonlijke familiealbums, maar ook van snapshots, gevonden foto's, anonieme foto's, dingen die ze op rommelmarkten vindt. De foto's die soms wel teruggaan tot 3 generaties, zijn over het algemeen afbeeldingen van alledaagse handelingen, rituelen, soms geposeerde portretten, jachttaferelen, officiële familiegelegenheden, maar het kunnen ook momentopnames zijn van bijvoorbeeld kinderen die buiten spelen. En terwijl ik deze korte introductie aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een interessante tentoonstelling die er momenteel in het Van Gogh Museum is, getiteld Snapshots. En die tentoonstelling gaat over de relatie tussen schilderkunst, moderne schilderkunst en fotografie. En bijvoorbeeld schilders zoals Breitner en Bonnard waren zelf vervente amateurfotografen en gebruikten ook foto's als inspiratie voor hun schilderijen. En als je goed nadenkt over een foto, dan is het natuurlijk ook een heel boeiend verschijnsel. Want het verleent eeuwigheidswaarde aan een heel kortstondig moment in tijd en ruimte. En een foto kan ons bewust maken van bepaalde details, verbanden die ons misschien in de werkelijkheid met het blote oog ontgaan of die we niet willen of kunnen waarnemen. De door foto's geïnspireerde schilderijen en tekeningen van Eva, die maken eigenlijk diepere, verborgen lagen zichtbaar die schuilgaan onder het oppervlakte van foto's. Nou, de nieuwsgierigheid naar het vergeten en verleden leven, dat toch nog steeds indirect aanwezig is, die nieuwsgierigheid heb ik zelf ervaren toen ik Eva's werk voor het eerst zag, toen ik daarmee kennis maakte. En dat was in 2006 op Art Amsterdam in de stand van Helga. En ik viel toen uit het niets als een blok voor een schilderij van Eva. Een oma met, ik vermoed, 2 kleinkinderen. Een prachtige schilderij, heel teer geschilderd, met ook was behandeld, waardoor het eigenlijk een beetje de huid heeft van een vergeelde foto. En ik meende in dat schilderij mijn eigen oma te herkennen. En dat is natuurlijk nonsens, zij heeft er niets mee te maken. Maar vanaf dat moment is eigenlijk het schilderij onlosmakelijk met mij persoonlijk verbonden. En hangt het ook heel erg prominent in mijn woonkamer. Met haar onderzoekende oog en penseel maakt Eva eigen persoonlijke geschiedenissen en biografieën zichtbaar die schuilgaan achter de personen die ze afbeelden en ook de landschappen. En ondanks het feit dat het gebruikte materiaal vaak heel erg persoonlijk is, is het eindresultaat universeel. En is er ook sprake van een grote mate van herkenbaarheid voor de beschouwer. Het werk van Eva nodigt ons eigenlijk uit om onze eigen persoonlijke ervaringen te delen met die werken en daar een invulling aan te geven. We hebben allemaal onze eigen herinneringen uit onze jeugd, maar die herinneringen zijn vaag geworden in de loop der jaren. En we kunnen ons ook afvragen, herinneren we ons eigenlijk de foto's uit onze eigen albums of herinneren we ons daadwerkelijk de momenten die we beleefd hebben? En die momenten waren misschien niet altijd plezierig en onschuldig, maar er kunnen ook donkere kanten aan zitten. En al die aspecten maakt Eva eigenlijk zichtbaar met haar werk.
Ik zei het al, zij heeft in de afgelopen 10 jaar gebouwd in een soort archief van collectieve herinneringen. Een universeel familiealbum. En de presentatie hier bij Helga geeft ons eigenlijk de gelegenheid om die ontwikkeling in die afgelopen 10 jaar, om al die verschillende familieleden bij elkaar te zien in hun onderlinge samenhang. Om de verbanden te zien tussen die verschillende werken, maar ook om de werken individueel te ervaren. Nou, het hart van de presentatie wordt gevormd door 8 schilderijen uit Eva's recente serie gewijd aan hysterische vrouwen. We zien ze hier om ons heen, die 8 schilderijen. Die hebben te maken met Eva's onderzoek over het fenomeen hysterie, zoals dat in de 19e eeuw werd gediagnosticeerd bij vrouwen, die zich niet volgens de geldende normen gedroegen. En de serie bestaat uit indringende, ik vind zelf fabelachtig mooie geschilderde portretten van vrouwen. Ze gaan 3 generaties terug. Aan de ene kant zitten deze vrouwen gevangen in het keurslijf van hun eigen tijd en aan de sociale normen waar ze aan moesten voldoen en ook de religieuze wetten die golden in deze tijd. En anderzijds stralen deze vrouwen een grote kracht en ook een enorme onverzettelijkheid uit. Om de serie heen heeft Eva in samenspraak met Helga eerdere beelden gearrangeerd uit haar ontwikkeling. Zelf spreekt ze over familieleden. En eigenlijk zien we hier dus een combinatie van haar eigen familiegeschiedenis en die gevonden beelden. De vroegste beelden gaan terug tot 2000. En in de afgelopen jaren is het werk van Eva eigenlijk steeds vrijer geworden. Er is ook ruimte ontstaan voor het weergeven van het wonderlijke of het onnoembare, het surreële zelfs. Dat zien we ook terugkomen in deze recente serie van schilderijen. Er zijn nachtbeelden, hè, dus de nabeelden. Dat zijn eigenlijk een soort echo's van herinneringen. In het verleden presenteerde Eva die vaak gescheiden van elkaar als een soort tweeluiken. Dus dan heb je een uitgerekt schilderij en daarnaast een meer abstract werk. En dat gaf eigenlijk Eva's strijd weer om te kijken hoe de werkelijkheid zich tot het onnoembare of het niet zichtbare verhoudt. De verborgen lagen achter die beelden. En tegenwoordig verenigt Eva die aspecten steeds meer met elkaar samen in één werk. De rode lijn binnen de ontwikkeling van Eva is ook het herhaaldelijk opnieuw schilderen van dezelfde beelden. Het is eigenlijk het dubbele van beelden. En deze herhalingen geven Eva eigenlijk de mogelijkheid om beelden en daarbij behorende herinneringen steeds opnieuw te onderzoeken. En die beelden nodigen ons als beschouwers ook uit om die beelden iedere keer opnieuw te ervaren. Familie is voor Eva eigenlijk een soort kern waar alles in samenkomt, zowel het goede als het slechte. En ze duidt in de geschiedenis om het ontstaan van herinneringen te onderzoeken en om te begrijpen waar begint herinneren eigenlijk. En dat deed me denken aan het feit dat ik deze zomer in Hongarije op vakantie was. En dan was ik op een zigeunermarkt en daar stuitte ik op een enorme stapel zwart-wit foto's van Hongaren uit de jaren 20 en 30. En ik was meteen gefascineerd. Het waren portretten van mannen en vrouwen, soms geposeerd, soms officiële portretten. En ik was heel erg benieuwd naar de verhalen die eigenlijk schuil gingen achter deze mensen. En ik overwoog om ze te kopen. Maar tegelijkertijd durfde ik het niet, omdat ik me ook een soort failleur voelde in het leven van die voor mij onbekende mensen. Alsof je eigenlijk teruggaat in de tijd en deelgenoot wordt van iemands verleden, terwijl je daar misschien wel niks mee te maken hebt. Dus ook uit een soort bijgeloof heb ik de foto's niet gekocht. Omdat ik ook bang was om misschien andermans ellende in mijn huis te halen. Maar dit soort sensaties, hè, die worden ook opgeroepen door het werk van Eva. Haar werk kent vele lagen. In die recente serie over hysterische vrouwen vergeet ze noties over kunst en waanzin. Over genialiteit, wat is normaal, maar ook wat betekent het om anders te zijn. De vrouwen die wij hier zien, die 8 vrouwen, zijn allemaal anders. De reden waarom weten we niet, maar ze zijn anders. En in onze samenleving wordt dat anders zijn niet echt geaccepteerd. Terwijl er ook andere samenlevingen zijn, waar juist anders zijn vereerd wordt. Of waar daar in ieder geval begrip en waardering voor is. Nou, bij het samenstellen van de presentatie die ruim 10 jaar werk bestrijkt, heeft Eva er ook bewust voor gekozen om het werk van 2 verwante kunstenaars, Matthias Deutsch en Hans Keulens, te tonen. En met beide heeft ze een nauwe band. Je kunt het werk van Hans boven zien als je daar niet bent. Matthias, dat is hier ook tussendoor te zien. De sculpturen van Matthias die hebben Eva direct geïnspireerd bij de totstandkoming onder andere van haar serie over hysterische vrouwen. Zijn beelden tonen de keramische stukken die wij hier zien. Hij maakt ook collages en schilderijen, maar de keramiek die wij hier zien, die tonen eigenlijk figuren met een soort mysterieuze aanwezigheid. Hè? Beelden die half verborgen zijn in
materie. Zijn werk is sterk symbolisch, abstract, maar tegelijkertijd ook figuratief. Deze beelden verenigen het alledaagse met surrealistische elementen en symbolen, ook afkomstig uit andere culturen. Ik vind het buitengewoon krachtig en intrigerend werk. En de confrontatie met die surrealistische invloeden in het werk van Matthias heeft Eva in de afgelopen jaren ook sterk beïnvloed. Dus die wisselwerking is heel interessant. Hans Keunis, in zijn werk verhoudt hij zich ook heel sterk tot familiefoto's en de thematiek van herinneringen. Hij gaat daarbij buitengewoon precies en ook heel technisch te werk. Hij snijdt herinneringen uit als het ware en zet ze om in onder andere zwart-wit lino-snekers. Het is een hele ambachtelijke techniek die hij eigenlijk een hele actuele nieuwe lading geeft daarmee. Ook hij werkt zowel met het persoonlijke als met gevonden fotomateriaal. En het eindresultaat levert nieuwe, zelfstandige beelden op. Ook bij de interieur die ook weer nieuwe geschiedenissen vertellen. Nou, de posities van Eva, Matthias en Hans vertonen sterke overeenkomsten. Hun werk versterkt elkaar en levert ook in deze gezamenlijke presentatie een boeiend beeld op van het samenspel tussen kunst, de werkelijkheid en dat onbenoembare, dat surreële dat bij alle drie aanwezig is. Nou, laten we met elkaar aan de drank gaan en het weer gaan kijken. Voordat we dat doen wil ik Helga, daar is zij altijd heel bescheiden, oh, ze staat al daar. Ik wil Helga even nog in het bijzonder bedanken voor haar gastvrijheid, maar bovenal voor haar niet aflatende toewijding aan al haar kunstenaars. Helga is voor mij altijd een heel inspirerend voorbeeld van een galeriehouder die ongekend ogen voor haar tijd heeft. En die haar kunstenaars vol overtuiging en verve Ik wil het holländisch betitelen. Dit is niet de tolk. Dat is de broder. Ah. You have English? This is not the dad, this is the brother. It's the brother. Brother. Aha. Okay.